echt waar, als je er even over nadenkt, als je er echt verstand van hebt, kan je een boek aanbevelen. En daar wordt haarfijn, absoluut met totale zekerheid uitgelegd dat 2 plus 2 5 is. Echt waar. Het is awesome. Kunt u mij horen? Even kijken, Maarten. In de reeks van presidenten hebben we Obama gehad. Nou, nog niet helemaal. Moet wel nog een Obama-afronding is nog noodzakelijk. Ja, ja. Ja, we hebben ook nog iets weinig gezegd over de buitenlandse politiek in zijn tweede termijn. Eigenlijk ook nog niet gesproken over het gemak waarmee hij de tweede termijn heeft gewonnen. Moeten we ook nog even doen. En dan hebben we natuurlijk Trump als laatste patiënt in dit overzicht. En nou ja, het zal wel teleurstellend zijn voor de grote groep en scharen van Trump-liefhebbers die ook in Nederland schijnt te bestaan. Want hij bungelt helemaal onderaan de lijst van de presidenten, als we naar zijn competentie kijken. Nog slechter dan Bush? Ja, ja, veel slechter dan Bush. En in zekere zin heeft Bush enorm geluk gehad, die algemeen beschouwd werd als een volkomen mislukte president toen het tenslotte afgelopen was in 2009. Maar die heeft natuurlijk, doordat hij een opvolger heeft gekregen die nog veel incompetenter was dan hij, is er nu over Bush als het ware een gouden licht gevallen, wat er eerst helemaal niet was, nee. Interessant is dat wel, ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe het, die oud-presidenten komen met enige regelmaat bijeen bij plechtige gelegenheden enzovoort. En dan staan ze altijd gezellig te kouden. En het schijnt dat de Bushes met de Obama's heel goed zijn. En nou ja, Carter begint nu wel heel erg oud te worden, maar die wankelt er ook rond. Maar of Trump daar ook bij zal zijn, dat betwijfel ik. Ja. En de Clintons natuurlijk, die was ik even vergeten. Die horen er ook bij. Ja. Maar Trump is wel natuurlijk een totale outsider. Ja, terwijl die binnen de Republikeinse... Die bovendien over... natuurlijk... van een deel van het gezelschap wat hij bij die gelegenheid treft, heeft gezegd dat ze beter in een gevangenis kunnen worden opgesloten. Ja. Ja, dat is altijd schijngeestig als tenslotte de laatste termijn van, of de ernstigste waanzin aanbreekt, dat je begint te denken, ze zouden al die lui op moeten sluiten die tegen mij zijn. He? Hij is toch nog heel populair, ook binnen de Republikeinse partij. Trump is ontzettend populair. Die dochter van Cheney, die nummer 3 was in de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, die is nu afgezet omdat ze kritiek op Trump heeft gehad. Ja, ze zitten nog eindeloos met die man. Het wordt natuurlijk heel interessant hoe zich dat gaat ontwikkelen bij tussentijdse verkiezingen in 2022 en dan laat staan de presidentsverkiezingen van 2024. Want ik denk zelf dat hoe populair hij ook in de Republikeinse kring is, hoe bezwaarlijk ook de gevolgen daarvan voor wetgevende arbeid van de Republikeinen, bij verkiezingen moet hij betrekkelijk kansloos zijn. Hangt natuurlijk een beetje af van de kandidaat van de Democraten. Maar hij zou bij presidentsverkiezingen toch, dus acht ik hem niet zeer kansrijk. Dat wordt de vicepresident, toch? Maar god, ja, voordat ik iets optimistisch... dan zou er een Republikeinse kandidaat moeten zijn die bereid is om Trump als vicepresident te accepteren. Laat staan dat Trump bereid zou zijn moeten zijn om het vicepresidentschap te accepteren bij een andere Republikeinse president. Zo zit het natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel bij de... Meer omdat de vicepresident in Amerika een hele deftige figuur is die helemaal geen reet te vertellen heeft. Nee. Die echt niks anders doet dan wachten tot zijn chef doodgaat. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, bij de volgende verkiezingen zal niet Biden de tegenstander zijn, maar de vicepresident. Ik kom even niet op de naam. Oh, Kamala Harris. Kamala Harris, ja. Ja, die denk ik... Een vrouw met een migratieachtergrond, dat is ook een hele bezwaarlijke zaak. Dat zie ik ook. Dan zou Trump misschien nog wel een kansje hebben. Je ziet, je moet ook enorm oppassen. Je moet enorm oppassen tegenwoordig dat je over de Verenigde Staten niet al te optimistisch bent. Eigenlijk is de Verenigde Staten, als ik het zo bekijk over de jaren dat ik interesse had in de Verenigde Staten, het is erger en erger en erger geworden. En het einde is naar mijn idee nog niet in zicht van de ingrijpende dysfunctie van het politieke bestel van dat land. Wat voorzie je dan nog? Een verdere radicalisering ter rechterzijde. We hebben de bestorming van het Capitool gezien. Wie zegt ons dat dat de laatste keer is dat deze zonderlinge menigte niet waren uitgedost, alsof ze niet goed snik waren, elders niet iets verschrikkelijks gaat doen.
Je ziet dat dit mogelijk is. Die immense leugen natuurlijk die Trump nog steeds verspreidt. Dat de verkiezingen zijn gestolen. Dat hij eigenlijk de reële winnaar van die verkiezingen is. Die ondergraaft van dag in dag uit. Ondergraaft die de legitimiteit van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Waar op zichzelf niks mis mee was. Maar een heel groot deel van de Republikeinen gelooft dat er alles mis mee is. En als je natuurlijk eenmaal bent gaan twijfelen aan de legitimiteit van je verkiezingssysteem. Nou ja, dan zit je natuurlijk wat betreft de democratie. Zit je op een hellend vlak. Dat kan heel slecht gaan aflopen. Daar komt nog bij natuurlijk dat bijvoorbeeld een tweede presidentschap van Trump zou betekenen dat de toestand die nu al bestaat, namelijk dat het vertrouwen in de Verenigde Staten natuurlijk zeer beperkt is. Je ziet dat ook bij mij. Niet dat ik daarover ga, mondiaal of zo. Maar ja, er zijn andere mensen die dat ook kunnen bedenken. Dit kan nog een keer gebeuren. Wat heeft dat voor consequenties voor internationale verdragen? Voor het internationale financiële systeem waarin de dollar een dominante rol speelt? Dat zijn allemaal kwesties die dan onmiddellijk aan de orde komen. Als we dus weer zo'n halve garen daar krijgen. Misschien overigens een alternatieve halve garen, want ik kan je garanderen dat het Amerikaanse politieke systeem nog een zeer omvangrijk reservoir van volstrekte halve garen heeft. Houd daar rekening mee. Daardoor houdt iedereen rekening mee. Natuurlijk houden ze daar in Europa of in Azië ook rekening mee. Dat Amerika in feite een volstrekt onbetrouwbare partner is geworden. Ja. Maar de angel lijkt er een beetje uit te zijn doordat Trump een van zijn belangrijkste instrumenten, namelijk Facebook, kwijt is. Nou ja, dan begint hij zelf in Facebook. Ik begreep dat hij al een invloedrijke webpage had georganiseerd. De mogelijkheden zijn daar legio natuurlijk. Het elektronica stelt je in staat. Wij zitten hier niet waar in een autootje en maken een podcast die ook door iedereen kan worden beluisterd in principe. Hè? Dus ja, kun je denken wat de mogelijkheden van Trump zijn op dit terrein. Mm. Ja, min of meer onbeperkt. Mm. Er zijn allerlei tv-zenders die niks anders doen dan deze lulkoek rondtoeteren. Dus nee, daar zou ik niet te veel op rekenen. Dat hij dan toevallig nu niet op Twitter mag opereren op Facebook, dan er zijn andere mogelijkheden. Okay. Zeg je, we beginnen met het laatste deel Obama. Of heb je nog iets van de actualiteit dat je wil aanstippen? Ja, wat moeten we van de actualiteit aanstippen? Dat ik moet zeggen, ik hoop dat de luisteraars heel goed opgelet hebben in de afgelopen weken. Want ik heb de afgelopen weken steeds gezegd dat de Tweede Kamer daar tijdelijk buiten zinnen was geraakt. Maar dat er onvermijdelijkerwijs een kabinet zou komen, Rutte 4, onder leiding van Mark Rutte. Niet waar, een coalitie ongetwijfeld. En die gaat er ook komen, daar ziet het nu wel naar uit. GroenLinks en de Partij van de Arbeid doen nog een beetje deftig van, ja, ze weten het nog niet zo zeker, maar toch. Ja, over de inhoud willen ze wel spreken. En dus, nou ja, als je over de inhoud wil spreken, dan zou je, als je dit met de inhoud eens bent, zul je nog wel ook bereid zijn om verder te spreken over hoe dan de rest moet worden ingevuld. Ja, we zitten, zoals iemand ergens natuurlijk observeert, of meerdere mensen, we zitten te wachten op die Omtzigt, wat natuurlijk een beetje achterlijk is. Ja, het CDA, dat begrijp je wel, die leeft in een soort diepe doodsnood over of Omtzigt de partij zal verlaten of nog kritischer zal worden dan die is. Dus die houden zich stil. Dat heb je ook bij kleine diertjes die geschrokken zijn. Die houden zich dood. Dat is eigenlijk, het CDA houdt zich dood. Zo dan moet je het eigenlijk mee vergelijken. Ja, het heeft weinig zin om dit eindeloos te rekken, want die formatie die duurt natuurlijk al veel te lang. We zitten midden in de coronacrisis, dat moet normaal geregeerd worden. En ja, vanwege die achterlijke avond in het parlement met al die moties van wantrouwen en zo. En sinds zijn we nu weken en weken verder zonder dat er iets significants gebeurd is. Dus ik vind dat wel vrij bezwaarlijk. Terwijl iedereen natuurlijk die kon tellen en die normaal bij zinnen was. Ik geef toe, dat is in Nederland in toenemende mate een hele kleine groep van personen. Niet waar, die wist dat het zo zou aflopen als het gaat aflopen. Ik denk dat Hugo wel blij is, want die kan nog wat langer blijven zitten. Ja, Hugo is natuurlijk blij. En bovendien heeft hij extra tijd om zijn excuses aan mij aan te bieden. Het begint nu wel erg lang te duren voordat dat gebeurt. Dus ik hoop wel, ik verwacht nu wel een forse boekenbon erbij. En eventueel een lekkere reep chocola. Mijn voorkeur gaat uit naar pure chocola met zeezout. Als die, hij heeft toch genoeg medewerkers om dat nou eventjes op poten te zetten. Dus ja, wie weet, hij is welkom om het aan de voordeur te komen aanbieden. Ja. En Mariette Hamer die gaat nu de rol overnemen van Cenk Willink.
Die, ja. Gaat door. Wat vind je van die keus? Nou, dat is in allerlei opzichten natuurlijk toch een vrij verrassende keus. Want zij is een voormalig parlementslid van de Partij van de Arbeid. Dus je zou ook kunnen vooruit kunnen kijken. En zou, maakt dit het makkelijker voor de Partij van de Arbeid om eventueel deel uit te maken van de onvermijdelijk nu komende coalitie? Dat is punt 1. Je kunt ook zeggen, ze is gekozen omdat ze voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad. Waar zij, nou, ik heb begrepen, je hoort tegenwoordig een stuk minder over de SER dan vroeger. Vroeger bepaalde de SER eigenlijk alles wat er in Nederland gebeurde. Dat is al lang niet meer zo. Maar ik heb begrepen dat ze dat allemaal enorm competent gedaan heeft. Waardoor ze ook een redelijk blik heeft over wat de sociaal-economische problematiek is. En wie je daarover moet raadplegen. Dus ja, ik vond het op zichzelf een verrassende keuze. Ik had het niet voorspeld als ik er niks vanaf had geweten. Maar mijn best. We moeten gewoon voort. Hou op met dat gezeik in die kamer. Hè? Met die nieuwe met politiek. Of wat is het? De transparantie. En, nieuw leiderschap. Ja, allerlei andere infantiele padvinderswensen die nu door het land zoomen. Daar moet je een beetje mee ophouden. Je moet een beetje realistisch zijn op dit moment. We hebben een redelijk functionerende democratie. Ja, daar worden forse fouten gemaakt. We moeten zorgen dat dat niet nog eens een keertje gebeurt zonder meer. Verzint Rutte dat er een speciaal gremium moet komen wat tussen overheid en burgers inkomt. Dat hebben we. Dat is namelijk die ombudsman. Dat op een bureautje kun je uitbreiden. Het probleem is dat de overheid nooit ook maar te nemen naar de ombudsman luistert. Hè? Het was vaker meestal een roepende in de woestijn. En ombudsvrouw voor kinderen, idem dito. Dat geldt ook voor de hoge colleges van staat, niet waar? De Raad van State en de Rekenkamer, allemaal enorme verstandige adviezen in de loop der tijden. Ze luisteren niet. Als we nou zouden afspreken dat de overheid ook luistert naar de adviesorganen die zij zelf georganiseerd heeft. Dat zou al een hele winst zijn. Nou ja, misschien kan Hamer daar ook aandacht voor vragen. We kunnen best concluderen natuurlijk dat wij kwalitatief gezien matig zijn geregeerd in de afgelopen 10, 15 jaar. Daar heb ik geen moeite mee om dat te constateren. Mm. Het uitvoerend apparaat van de overheid heeft grote schade opgelopen door allerlei ongelukkige politieke filosofietjes die we beter niet hadden kunnen hebben. Ja. Er komt vaak de vraag binnen, kunnen jullie het ook eens over het Midden-Oosten hebben? Het Midden-Oosten. Ja, de actualiteit. Ja, ik moet zeggen, elke avond is het bal in het Midden-Oosten. Dat kunnen we wel zien. Ja. Ja, dat is heel interessant. Daar kunnen we ook wel even heel kort over zijn. Israël-Palestina natuurlijk. En nou ja, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Je ziet ook aan de Amerikanen, die natuurlijk de enige invloedrijke partij zijn in deze kwestie, zie je dat ze eigenlijk helemaal niet bijster geïnteresseerd zijn om daarna voor de zoveelste keer een poten te gaan branden aan dat conflict wat in feite onoplosbaar is. Want het is op deze wijze is het onoplosbaar. Want het is heel simpel. Een groot deel van de Israëlische politiek vindt gewoon dat de Westbank dat die geannexeerd moet worden. Die lui die zeggen dat ze eigenlijk voor een twee-staten-oplossing zijn vermoedelijk in het duister van de nacht ook voorstanders van annexatie van de Westbank. Voor de twee-staten-oplossing is ook geen meerderheid te vinden, want de Palestijnen zijn ook weer tegen de twee-staten-oplossingen. Feitelijk zijn beide partijen tegen de enige vorm van oplossing die er is. Dus dit, wat we nu zien is de bekende rituele strijd tussen Hamas aan de ene kant en de IDF, het Israëlische leger, aan de andere kant. Nou, dat duurt nog een paar dagen en dan hebben ze allebei weer getoond waartoe ze in staat zijn. En dan stoppen we weer en dan is het probleem absoluut niet opgelost. Het is denk ik grotendeels onder het huidige gesternte is het onoplosbaar. Ik zie geen oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat levert natuurlijk op de lange termijn het probleem op dat een verdere radicalisering van die Palestijnen en van de deel van de Israëlische politiek in het verschiet ligt. Hamas is nu de baas natuurlijk in de Gaza-strook, maar niet op de Westbank. Hamas zou graag natuurlijk ook de bevolking van de Westbank tot zijn radicale aanhang willen rekenen. En dat zal in Israël weer leiden tot een verder radicalisme van anti-Palestijns radicalisme. Dus dat kan de zaak alleen maar erger maken. Het probleem natuurlijk is dat sinds 1967 iedereen eigenlijk wel een vermoeden heeft van hoe het opgelost zou moeten worden. Maar dat geen van beide partijen die daarbij betrokken zijn die oplossing wensen. Namelijk de twee-staten-oplossing. En dan nog denk je bij jezelf, een twee-staten-oplossing in die Westbank en met dat
Wordt het dan een drie-staten-oplossing? Gaza, de Westbank en dan die rare bantoestans die ze daar voor die Palestijnen... Maar ik moet je zeggen, ik zie... Hoe gek dit ook mogen klinken, ongetwijfeld krijgen we protesten. Maar het bestaan van de staat Israël is een vloek voor de Joden in de wereld. En hoe komt dat? Ja, dat is ook alweer begrijpelijk. Dat is ook wel uitlegbaar. Dat heeft zijn historische wortels. Israël is na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Heeft zich natuurlijk in feite terecht altijd bedreigd gevoeld. Daar heeft zich natuurlijk in die verhouding in het Midden-Oosten wel een omslag voor gedaan. Omdat Israël natuurlijk militair gesproken oneindig veel competenter bleek te zijn dan alle Arabieren bij elkaar opgeteld. Waardoor het met enige regelmaat spectaculaire militaire overwinningen heeft behaald. Maar ik denk dat ze nog steeds gevangen zaten in die angst. Hoe moet dit aflopen? We moeten zo sterk mogelijk zijn. En dat eigenlijk die angst onmogelijk heeft gemaakt wat ze hadden moeten doen met die reeks van overwinningen. Namelijk te streven naar wat uit onvermijdelijkerwijs toch een compromisoplossing zou moeten zijn. En nu radicaliseert de zaak verder. En ja, waar dat eindigt, God mag het weten. Dat weet ik ook niet. Het is toch cru dat een land dat qua vaccineren zo voortvarend te werk ging, dan weer hiermee te maken heeft aan de andere kant. Ja, dat was goed georganiseerd. Maar dat lag natuurlijk ook een beetje aan het feit dat het op zijn eentje stond. Dat ze veel vaccins hadden ingekocht. Dat ze niet prijsgevoelig waren geweest. En dat ze de klassieke fout van de Nederlanders, bijvoorbeeld, elders heeft zich dat ook voorgedaan, namelijk overorganisatie, hebben ze niet gemaakt. Bij ons was alles in leeftijden. En mensen met rood haar, die werden alleen op maandag ingeënt. En mensen die met een vals gebit hebben, die worden alleen op zondagmiddag behandeld. En daarvoor zijn er weer speciale specialisten. Ook de tandartsen zijn nu ingeënt. Nou, we hebben het ze allemaal zo ingewikkeld mogelijk gemaakt. Met als gevolg dat als je dingen heel ingewikkeld maakt en er gaat iets mis, dan gaat er een heleboel mis tegelijkertijd. Ja. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Overigens is dat in andere landen grotendeels ook het geval. Ik vergelijk het altijd met die beelden die ik in Amerika zie sinds enige tijd. Dat ze een hele grote hal hebben waar die mensen in een auto binnenrijden. Dan steken ze hun linkerarm, dan steken ze uit het raampje van de auto. En dan staat iemand met een naald, die jenst hem erin en klaar is Kees, ze rijden weer door. Bij ons moet je ook nog een kwartier gaan zitten wachten of je niet een levensgevaarlijke bloeding krijgt. Ja, het is echt waar. Ja, je hebt het al meegemaakt. Ik heb het allemaal meegemaakt, ja. Nog afzien van het feit dat je ook nog eerst moet melden bij een dokter die opzoekt wat de gevaren zijn van de geneesmiddelen die je slikt. Ja. Ik heb trouwens over Israël en ook dat conflict met de Gazastrook een interessante serie op Netflix gezien. Fauda heet die. Dat is op zich wel de moeite waard. Dat gaat over de geheime dienst en dat is wel mooi gemaakt. Obama dan, lijkt mij. Ja, dan moeten we dus nu naar Obama toe, nu we de actualiteit wel zo'n beetje gehad hebben. Ja, ik zit nog even te denken, wat zijn er nog andere voor actuele gebeurtenissen? Ja. Eigenlijk niet. Nee. Het is rustig. Het is vrij rustig, ja. Eigenlijk is het meestal vrij rustig. Maar je kunt rustig aan de media overlaten om dan iets te vinden waardoor een grote onrust en hysterische opwinding kan worden gegenereerd, zodat we weer verder kunnen. De terrassen zitten weer vol in ieder geval. Men heeft zich niets aangetrokken van mijn kritische woorden ter zake. Er wordt geloof ik gevochten om de open plekken op terrassen. Wat ook wel weer heel amusant is natuurlijk. Obama. Laten we constateren met dat Obama echt een superieure stemmetrekker was. Sinds Eisenhower was het niet voorgekomen dat de president zowel in eerste termijn als in tweede termijn meer dan 51% van de stemmen had gekregen. Meestal was het minder en waren die stemmen behoorlijk verdeeld. Wat dat betreft was dus Obama na Eisenhower de best vote getter tot op heden. Dat is al interessant om te weten natuurlijk, dat hij zowel natuurlijk in 2008 als in 2012, dat hij zijn tegenstanders volstrekt moeiteloos verslagen heeft. Je dacht toen nog, oh jee, Mitt Romney. En je kijkt naar peilingen en zo, maar goed, dat speelde eigenlijk absoluut geen rol.
Tegelijkertijd, daarbij hoort natuurlijk het andere verhaal, typisch de Verenigde Staten. Er is nooit iets werkelijk in orde in de Verenigde Staten. Namelijk daarbij de tussentijdse verkiezingen van 2010 dus en van 2014 de Democraten dik verloren hebben. Zodat uiteindelijk Senaat en Huis van Afgevaardigden in Republikeinse handen waren. Dat zou bij een normale oppositiepartij niet zo verschrikkelijk zijn geweest. Ja, oppositie, Her Majesty's Most Loyal Opposition. Er wordt van je verwacht dat je op zichzelf met andere ideeën, maar dat je toch streeft naar compromissen en een soort van oplossing, waardoor we allemaal verder kunnen. Zo niet, zoals je weet, de Republikeinse Partij, een gezelschap van radicale, verschroeide aardepolitici, die hebben nooit iets toegestaan, maar tegen alles wat Obama wilde. Ook als Obama iets wilde wat de Republikeinen ook wilden, dan waren ze er toch tegen, omdat Obama het wilde. Hè? Het is een beetje... Ik heb geloof dat de verhaal over dat zwembad al verteld. Hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk Amerika ten voeten uit. Van een ingrijpende, nihilistische kinderachtigheid. Waarmee je politieke en sociale en economische problemen nou eenmaal niet kunt oplossen. En dat betekent natuurlijk dat Obama feitelijk alleen in de eerste 2 jaar van zijn eerste termijn enige opening had om serieus zaken tot stand te brengen. En de grote fout die Obama naar mijn idee heeft gemaakt, en ik ben natuurlijk niet de enige die dat verzonnen heeft, is dat hij veel te lang ervan uit is gegaan dat je met die Republikeinen in principe best kon praten. Dat je moest redelijk en aan tafel zitten, schonk je een kop koffie in en dan zei je mooi weer vandaag. Nou ja, je creëert sfeer en wie weet komt er iets moois. Nee, dat heeft geen enkele zin bij Republikeinen. Je kunt een koffie schenken tot je er bij dood bent ingevallen. Je kunt taartjes serveren, maar zij zijn tegen alles wat je kunt verzinnen. Met het idee natuurlijk, we blokkeren alles, dan lopen we verder ook geen risico. En dat is het interessante, als we alles blokkeren, krijgt de regerende partij toch de schuld. Dat is namelijk, ja, de kiezers, heb ik deze enorme waarheid al eerder gedebiteerd. Voor zover de democratie naar de kloten wordt geholpen, is dat altijd door de kiezers. Het zijn de kiezers die Orbán in staat hebben gesteld om te doen wat hij gedaan heeft en zo. Nou ja, zo zal het in Amerika, als het helemaal fout gaat, ook zullen het de kiezers zijn die dat doen. En voordat we het hoog van de toren blazen in Nederland, moeten we misschien constateren dat wij bijvoorbeeld een partij in het parlement hebben die tot voor kort 8 zetels had, als ik het wel heb, die neonazistische ideeën koestert, die racistisch is, allemaal openlijk en expliciet, helemaal geen probleem. Hij is nu godzijdank verder uiteengevallen in een gezelschap van iets minder grote boeven en grote boeven. Het zal nog wel verder desintegreren, denk ik. Ik kan me daar enorm over amuseren. We krijgen tenslotte een enorm gezelschap van eenmanspartijtjes die allemaal absoluut niet deugen. Want dat is het gekke natuurlijk bij dit, sorry dat ik even afdwaal. Dat is het gekke natuurlijk bij de explosie van die voortdurende explosies in de FVD. Is dat degene die eruit stappen, dat die eigenlijk per definitie op veel anderen een verstandige indruk maken. Zo van, nou ja, Baudet heeft het nou wel zo bruin gebakken, ze stappen eruit. Maar we moeten het niet vergeten dat ze eerst bereid waren om maanden, zo jarenlang met die gek op te trekken. En dat ze heel goed wisten wat voor gek het was en is. Een charlatan eerste klas. Hij trekt wel stemmen. Ja, het trekt wel stemmen. Ik kwam ook op deze lumineuze gedachte die ik nu ontvouwde. Doordat ik zei dat de democratie wordt om zeep geholpen door de kiezers. Dat zijn uiteindelijk altijd degenen die ervoor zorgen dat de zaken spaak lopen. Het zijn de kiezers die al die rare lui aan de macht helpen. Ja, je hebt groot gelijk, kiezers. Van haar gaan 240.000 voorkeurstemmen. Dat betekent dat er zo al 250.000 mensen is die, waarvan je moeiteloos kunt zeggen dat ze niet goeds niks zijn. En dan op idem dito trouwens, Baudet zelf. Dan heb je er samen al 500.000 mensen waarvan je moet denken, zo. Hoe zullen die lui eruit zien? Wat zouden ze s'avonds denken? Wat zouden ze lezen? Het fascineert mij wel. Het fascineert mij dat er zoveel mensen zijn die in wiens brein zich een proces voltrekt waarvan ik niets begrijp. Nee, ik denk dat zij Baudet ook charismatisch vinden.
Ja, dat begrijp ik ook niet, omdat hij zo'n raar glinsterend haaiengebit heeft. Hè? Dus dat, ja, dat kan. Ja, maar goed, er zijn heel veel mensen die zeggen, hij ziet er verder niet helpen. Hij ziet er goed uit. Ook als jij zegt dat hij charismatisch is, kan ik me daar niets bij voorstellen. Charismatisch. Ik vind dan weer Obama. Als je nou zegt, Obama die was en is charismatisch, daar kan ik wel een beetje inkomen. Maar ja, maar het maakt toch een indruk, denk ik, op mensen met al zijn versen die dan weer ergens vandaan haalt. Er zal een bepaald gedeelte van de bevolking zijn die denken, nou, dat is een wat andere figuur dan al die andere poppetjes. Daar gaan we op stemmen. Ja, kennelijk. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Dat is het gevolg van een geestelijke verdwazing waar ik weinig van begrijp. Ja, maar ik denk dat Baudet dat heel goed doorheeft en dat hij daarop inspeelt. Dat hij zelf heeft. Ja, dat zou kunnen. Maar dan is hij natuurlijk. Hij is dan degene die uiteindelijk de eerste stemmetrekker is. En tegelijkertijd degene die voortdurend zijn eigen beweging torpedeert. Ja, daar is hij misschien minder goed in. Als we het even beweging noemen. Hè? Als je natuurlijk maar voort blijft klunzen met rare ideeën en opheffen, wat was het ook alweer, provocatie. Ja, dan weet je dus zeker dat het politiek gesproken niks wordt. Nee. Misschien vindt hij dat ook wel helemaal niet erg, dat zou best kunnen. Nee, ik denk dat hij goed. Maar het zijn allemaal verloren stemmen. Ja. Ook als je naar 50 plus kijkt en mevrouw Simons, verder allemaal prima, maar het zijn verloren stemmen, je hebt er niks aan. Hmm. Nou ja, we hebben nu wel, ik vind Simons niet slecht uit toekomen. Nou. Ik moet zeggen, ik ben er op zichzelf helemaal niet tegen. Ik ben niet voor een, als je dat soms denkt, een kiesdrempel. Ik vind, ja, ik weet dat er rare gevoelens leven bij vele Nederlanders. En je moet ook een politiek systeem hebben wat ook die rare gevoelens tot uitdrukking kan brengen. Maar we hadden het over mijn fundamentele onbegrip voor het feit dat ik niet begrijp hoe zij tot hun wonderlijke gedachten zijn gekomen. Terwijl, stel voor dat wij gaan discussiëren over de vraag, hoeveel is 2 en 2? Nou, dan denk ik dat is 4. Ik kan even voorrekenen met 4 bonen die we op het bureau leggen. Nog 4 bonen links en rechts. Schuiven ze bij elkaar en we doen nog maar. Maar ja, 2 en 2 blijft 4. Maar er zijn in Nederland grote hoeveelheden mensen die ontkennen dat 2 en 2 4 zijn. Dat is een beetje een metaforisch voorbeeld. Maar goed, dat ontkennen zij het met kracht van woorden. Hè? COVID, ja, COVID, een griepje, niets te betekenen. Verkoudheidje, ja. Ja, dat ze nou, dat Bill Gates nou verzonnen heeft wereldwijd, dat het heel geschikt is om een wereld, totalitaire wereldregering te vormen. Ja, dan houdt mijn begrip op. Dat is mijn probleem, dat ik niet begrijp wat die mensen bezielt. Totaal niet. Ben je ze wel eens tegengekomen dan? Nou, ik ben wel eens mensen tegengekomen die complotdenkers zijn. Ik heb vaak met mensen gediscussieerd die vonden dat Kennedy vermoord was door een omvangrijke samenzwering. Waar ik weet niet hoeveel mensen bij betrokken waren. Het gekke is als je dan bezwaren formuleert en zegt, ja wacht even, maar de Russische geheime dienst had ermee te maken. De Cubanen hadden het ermee te maken. De CIA had ermee te maken. Lyndon Johnson had ermee te maken. Ik heb was gevraagd, denkt u dat ik er ook iets mee te maken heb gehad? Ik was toen 20, dus je weet me nooit. Nee, dat dan ook weer niet. Maar, dus het werd tenslotte zo complex. Dat is net als met die verschrikkelijke samenzweringen die tot het instorten van de Twin Towers zouden hebben geleid. Het wordt zo complex dat het bij voorbaat ongeloofwaardig is. En dat je weer aanloopt tegen de vraag, is 2 en 2 4? Ja, 2 en 2 is 4. Maar er zijn ontzettend veel mensen die zeggen, ja, 2 en 2 is 4. Dat is een complot. Dat is heel lang geleden is dat begonnen, dat complot. Maar echt waar, als je er even over nadenkt, als je er echt verstand van hebt, kan je een boek aanbevelen. En daar wordt haarfijn, absoluut, met totale zekerheid uitgelegd dat 2 plus 2 5 is. Echt waar. Dat hele 2 plus 2 is 4, dat heeft die Bill Gates bedacht en dat is echt, zo zit de wereld echt niet in elkaar. Ja, en dan stopt mijn begrip. Dat is mijn grote manco dat ik dat begrip niet op kan brengen. En we zijn afgedwaald. Dat is voor de luisteraars een ongelukkig. Ja, te popelen met een notitieblokje in de hand en een bolpontje. Om alles op te schrijven wat ik over Obama ging zeggen. Ja, want ik had het eigenlijk allemaal over het feit dat Obama dacht dat hij met die Republikeinen uiteindelijk wel
iets zou kunnen bereiken. Omdat zijn hele carrière in zekere zin gebouwd was op dat fameuze retorische moment bij de conventie van 2004. He, er zijn geen twee soorten van Amerika, rood en blauw. Nee, er is maar één Amerika. Dat zijn wij allemaal bij elkaar. Dat wat onzin is. He, ja, het is sympathiek hoor, dat die onzin, maar ja, wel onzin toch. En eigenlijk was dat ook vaak het startpunt bij zijn, hoe heet het, bij zijn beleid ten opzichte van de Republikeinse Partij, dat hij toch altijd dacht van, ja, tenslotte ergens diep down zit er toch, moet er toch redelijkheid te vinden zijn en moeten we over zaken kunnen praten. Dit is toch allemaal niet in het voordeel van de eigen natie. Nee. Ze hebben hem met meerdere malen gewoon maar regelrecht belazen door net de indruk te wekken dat ze wel een eindje mee wilden gaan. En dat er sommigen wel misschien voor Obamacare zouden willen stemmen. Maar ja, moest nog allerlei besproken worden. Nou ja, kortom, hij werd in een doodlopende steeg ingelokt. En, want tenslotte bleken ze er toch niet voor te zijn. Wat hij ook deed, ze waren er toch niet voor. En ik denk dat hij wat dat betreft veel harder had moeten optreden tegen de Republikeinen. Dat hij daar ook toch de confrontatie had moeten zoeken, zoals zij zelf voortdurend doen. Ik denk ook dat Biden daar veel van opgestoken heeft. Want je ziet Biden nu in een soort van noodtempo werken om in die eerste twee jaar, je weet niet zeker wat er over twee jaar gaat gebeuren, om die eerste twee jaar zoveel mogelijk op de rails te zetten. En ik denk dat dat enorm verstandig is gezien de opstelling van de Republikeinen. Dat zijn volstrekte nihilisten. Totaal. Alles moet kapot. Althans, voor zover het iets met de Democraten te maken heeft, vanzelfsprekend. Dus dat, ja, keek heel toevallig naar dat toespraakje wat hij houdt als bekend geworden is dat hij Osama heeft weten te executeren daar in Abbottabad. En zegt hij ook weer, we zijn allemaal samen hier in Amerika en we zijn één volk en zijn we toch geweldig. Nee, het hele probleem van Amerika in de afgelopen, wat is het, 25 jaar. Laten we het even laten beginnen, eens halverwege de jaren 90, deze lijn, is dat het niet één volk is. Het zijn twee volken. Hè? Het is inderdaad blauw en rood. En ze kunnen totaal elkaar niet vinden. Integendeel, de tegenstellingen radicaliseren eerder dan dat ze minder worden. Hè? 40% van de Republikeinen heeft al die jaren dat Obama president was gedacht dat hij helemaal geen president had mogen worden omdat hij niet in Amerika was geboren. De zogenaamde Birther Movement, waar we het ook eerder over hebben gehad. Ja, als je dat gelooft, ook nadat die notabene zijn simpele en zijn ingewikkelde geboortebewijs had getoond en we die geboorteadvertenties hadden gezien in de krant in Honolulu. Het helpt allemaal niks. Als je het geloven wil, mensen geloven datgene wat ze graag willen geloven. Echt waar. Als je er maar lang genoeg over nadenkt, is 2 en 2 absoluut niet 4. Dat is 5, soms is het ook wel eens 7. Enkele maal is het 3, maar 4 is het echt niet hoor. Dat is een illusie. Dat wordt ons aangepraat door de mainstream media, hè, waar ze ook niet rekening kunnen. Geloof mij, 2 + 2, dat is geen 4. Maar verwijt je Obama dan dat hij naïef was? Ja, in zekere zin wel. Of je kunt het ook idealisme noemen, weet ik veel hoe je het noemt. Hij geloofde toch in hoge mate in, laten we zeggen, de rinkelde kink geluiden, de rinkelde kink retorica, dat die Amerika altijd over zichzelf verspreidt. Waar natuurlijk ontzettend veel mensen in de loop der tijden aan geloofd hebben dat het een geweldige democratie was. Ik heb ook mijn illusies gehad over de Verenigde Staten en geleidelijk aanvallen. Alle schellen die op je ogen zaten, die vallen er geleidelijk aan af. Dat je tenslotte beseft wat de werkelijkheid is. Die overigens deels, het is een gigantisch groot land, laten we daar reëel over zijn. Er zijn prachtige plekken, ze hebben moderne industrie. Het is in allerlei opzichten nog steeds de meest succesvolle economie ter wereld. Zonder meer, het is de belangrijkste militaire macht ter wereld, zonder meer. Maar ja, het is een ongelukkig en geestelijk invalide land. En dat is natuurlijk voor de hele wereld is dat een probleem. Kijk, dat Albanië niet prettig functioneert. Ja, dat is vervelend voor de Albanese, maar daar hebben wij totaal geen last van. Nou ja, hoogstens als je Audi wordt gestolen, dan weet je waar die heen gaat. Dat dan weer wel. Maar voor Amerika, een land wat als het goed zou zijn, en soms is het wel eens even goed geweest, een nuttige, constructieve rol kan spelen in de wereld. Ja, dat is bezwaarlijk dat dat nu niet langer het geval is. Ja, ik wens Biden al het goede, maar
zekerheden over de Verenigde Staten hebben wij niet meer. Dat betekent dat we onze eigen zekerheden moeten organiseren. Net zoals Merkel al een paar jaar geleden zei, wij staan er nu alleen voor. We kunnen ons niet verschuilen achter de brede rug van de Amerikanen. Van wij hoeven er eigenlijk niet, we hoeven niet na te denken over strategische vraagstukken. Dat doen die Amerikanen maar. Ja, denk aan Libië. Waar al heel snel bleek dat wij Europa helemaal niet kunnen bombarderen zonder de technologie van de Amerikanen erbij te gebruiken. Kortom, dat is anders geworden. Amerika biedt geen zekerheden en zeker niet op de middellange termijn. In zekere zin zou je, als je nou even doorredeneert, zou je kijken wat zijn de drie grote spelers op het wereldtoneel op dit moment. Dat zijn natuurlijk China, de nieuwe economische reus op het wereldtoneel. Dat zijn de Verenigde Staten, de oude reus. En dat is dat wonderlijke conglomeraat wat wij de Europese Unie noemen. En eigenlijk worden zowel China wordt gehandicapt door een buitengewoon repressief regime. Wat sterk afhankelijk is ook voor de toekomst van het creëren van nog veel meer welvaart om in het zadel te blijven, denk ik. Zolang zijn de Chinezen ongetwijfeld wel bereid om die zaak te tolereren. Bovendien is China natuurlijk meer gedecentraliseerd dan wij wel denken. Dat is Amerika, wat een hele onzekere politieke toekomst heeft. Daar kunnen we eigenlijk heel weinig verstandig van zeggen. Nou ja, denk aan de vier Trumpiaanse jaren. Niet waar, ik word toch een beetje... Dat heb je toch wel eens, als je iets verkeerds gegeten hebt, dat je nog een hele tijd denkt, wat is er toch daar onder de navel misgegaan? Je hebt een hele vage, onheimische gevoelens. Nou ja, dat is de Verenigde Staten. En ja, je kunt natuurlijk, aan de EU is van alles mis, maar daar is in ieder geval niet de totale redelijkheidszoek. En eigenlijk zijn China en de Verenigde Staten heel onaangename voorbeelden voor... Als ze dan als voorbeeld zouden moeten functioneren, dat kunnen ze eigenlijk niet en zie ik eigenlijk meer in de EU. Maar ja, dat betekent dat wij ook nog allerlei zaken te regelen hebben voor de naaste toekomst. Ja. Maar we gaan door over Obama, want we zouden het even hebben over zijn buitenlandse politiek. Ja. Het is vrij interessant als je Obama ziet wat hij zegt over China. Zeker in de eerste termijn, ik weet niet precies wanneer het ophoudt, maar in de eerste termijn is hij nog heel opgewekt. De groei van China is hartstikke nuttig voor de hele wereld. Belangrijk en wij vinden dat een hele feestelijke ontwikkeling waar we door en door dankbaar voor zijn. En laat het vooral nog veel mooier worden. En op een goed moment is er in zijn buitenlandse politiek ook allemaal keurig aangekondigd. Wat heet de pivot to Asia. Zij plotseling besluiten ze, ja... Allemaal leuk dat Europa, maar dat is de toekomst niet. Dat is toch oud, versleten, enzovoort, enzovoort. Ja, dat zijn allemaal van die vage beelden die eigenlijk in concrete werkelijkheid weinig gerepresenteerd zijn. Maar goed, we moeten op Azië letten. En dan sluipt dat toch ook in, want die pivot to Asia, je begrijpt, dat is eigenlijk de draai naar China toe. China ontwikkelt zich in een razend tempo tot een... Ik geloof al dat als je kijkt naar koopkrachtpariteiten, dat de Chinese economie al in 2014 groter was dan de Amerikaanse. Als je kijkt naar de huidige valutawaarde misschien niet, dan zal het maar een 50-50 zijn. Maar goed, iedereen begrijpt dat de ontwikkelingen in China zodanig zijn dat China op termijn, doet er niet zo heel veel toe wanneer, verreweg de grootste economie ter wereld zal zijn. Omdat er natuurlijk nog aanzienlijke groeimogelijkheden insteken. Gezien de betrekkelijk omvangrijke bevolking. Ik zwijg nog even over de mogelijkheden van India op de iets langere termijn. Pivot to Asia. Ja, het is duidelijk dat de grote groei, de grote ontwikkelingen zullen zich in Azië afspelen. Als het maar puur om demografische redenen. India en China hebben samen 5 miljard. Moet ik even niet, geen onzin vertellen. We hebben samen ongeveer 3 miljard inwoners. Dat is nogal wat. Dat is toch... Oké, de wereldbevolking is nu zo'n 7 miljard, maar dat is toch een kleine helft. 2 naties representeren een kleine helft van de wereldbevolking. Dus de pivot to Asia, dat moest veel meer aandacht. En daar zit toch ook in al meteen een ondertoon van angst ook. Van angst, van ja, wat kunnen we dat compenseren? Is China een gevaar voor ons? Is China op termijn een bedreiging van onze positie in de wereld? Daar zit natuurlijk ook, speelt dat hele probleem van Taiwan, het voormalige Formosa, speelt daar natuurlijk ook nog een rol in. Amerikanen hebben toch aan Taiwan
een existentiële garantie gegeven. China zegt altijd, laat nooit na te zeggen, wij, het is een zelfs opstandige provincie en hij moet weer terug naar China. Dus ja, ook daar steekt een soort van veiligheidsprobleem is daar gaande. Is Amerika op lange termijn in staat om Taiwan effectief te verdedigen? Het is natuurlijk in de achtertuin, of als je zo je wilt, in het voortuintje van China dat zich dit afspeelt. Zullen ze daar niet bij verdere militaire ontwikkelingen toch een sterkere partij zijn dan de Amerikanen? Kortom, er is bij de Amerikanen ontwaakt eigenlijk plotseling het gevoel, niet waar, de grote nieuwe tegenstander. Hè? We dachten een tijdje dat we alleen waren. De Sovjet-Unie had de handdoek in de ring geworpen. We waren alleen. Het was het unipolaire moment, zoals dat zo treffend heette. We kunnen alles, we kunnen de hele wereld naar onze zin organiseren en inrichten. Dat unipolaire moment heeft dus verbazend kort geduurd eigenlijk. Eigenlijk zaten ze nog te leuteren over het unipolaire moment, terwijl China al bezig was om een minstens even invloedrijke en omvangrijke economie te worden als de Amerikaanse. Al was het maar omdat China natuurlijk, even kijken toch, 4 keer zoveel inwoners ongeveer heeft als de Verenigde Staten. En ik denk dat dat eigenlijk tot op heden, dat het hele effect is versterkt door Trump. Ja, want die is ook een handelsoorlog met China begonnen. Dat is allemaal in zakken opgeleverd, behalve nadeel voor beide partijen. En als je het even een beetje optelt, meer nadeel voor de Verenigde Staten dan het voor China heeft betekent. China bleek in staat om zeer effectief terug te slaan op een reeks van terreinen waar Amerika uitgesproken kwetsbaar waren. Denk aan die arme sojaboeren. Die hun rommel niet meer kwijt konden in China vervolgens. Dus En je ziet ook bij Biden, het enige punt waarop Biden een soort continuïteit vertoont met Trump, dat is nou juist China. En dat gepraat dat China een existential threat en daar moet diep over nagedacht worden en we moeten ons niet laten ringadoren door de Chinezen. Nou, ik heb het er ook al eens eerder over gehad. Ik vind dat een hele bedenkelijke ontwikkeling. Het probleem is, de Chinezen doen daar zelf volop aan mee. Die laten zich ook opjuinen met dit soort van gedachten. Dat hangt ook deels samen met die Xi Jinping, die zowel naar binnen toe als naar buiten toe een veel hardere opstelling heeft. En ja, daar moet je je dus afvragen, wat velen zich hebben afgemaakt, leidt dit tenslotte tot mogelijkwijs een nieuw soort van koude oorlog, maar dan tussen de Verenigde Staten en China. Met de bekende volkomen geschifte wapenwetloop die daar vaak bij hoort bij dit soort van systemen. De twee jongens op het schoolplein die zo met hun schouders zo tegen elkaar aan staan te duwen. Of zou het eventueel kunnen leiden tot een militair conflict? Dat laatste geloof ik niet zo, maar ik zou het al zonde vinden als hier een langdurige en naar mijn idee volstrekt nutteloze confrontatie zou ontstaan. Moet je mij niet vragen hoe precies dat vermeden zou moeten worden, maar ook hier ben ik er weer erg voor om aan tafel te gaan zitten, koffie in te schenken of rijst en pap te eten, dat weet ik niet precies, ten einde te kijken waar het, maar confrontatie, dat heeft nooit enige zin. Is China een existential threat? Ja, dat kun je ervan maken als je dat wil, absoluut. Hebben we van de Sovjet-Unie gemaakt en dat bleek eigenlijk ook uiteindelijk niet de existential threat te zijn die wij dachten dat het was. Dus ja, ik vind dat een hele bedenkelijke ontwikkeling. Nou, dat vertoont zich voor het eerst eigenlijk onder Obama. En dan zie je ook wel dat ze strategisch ook beginnen na te denken. Nou ja, hoe zou dan zo'n Chinese dreiging eruit zien? Hoe kunnen we dat eventueel, hoe kunnen we daartegen optreden op de meest effectieve manier? Ik hoop dat Biden zijn retoriek op dit punt wat mindert. Biden gaat nu natuurlijk vooral over binnenlandse politiek en je hebt de indruk dat veel dingen in de buitenlandse politiek nog niet zo'n verschrikkelijk hoge urgentie hebben. Hij is in ieder geval komen zeggen bij die conferentie, die beroemde conferentie in München, dat Trump weg is en dat het Trumpiaanse beleid dat zal niet worden vervolgd, maar ongelukkigerwijs wel juist ten aanzien van China. Ik betreur dat zeer. En ik hoop dat ze daar van beide partijen, want nogmaals, de Chinezen zijn bepaald niet schuldeloos in deze zaak, dat beide partijen zullen beseffen dat natuurlijk goede onderlinge economische contacten veel nuttiger zijn dan voortdurend geruzie over mogelijke strategische invloed wereldwijd.
Ik heb natuurlijk mijn... Ik praat te veel zonder dat er vocht wordt toegediend. Ja, ik heb nog wel een pepermuntje voor je. Nou, misschien moet ik dan even een pepermuntje. Ik heb zelf ook eigenlijk pepermuntjes. Oké. Okay. Maar misschien vind je deze lekker. Waar waren we gebleven? Nee, die zijn te sterk en te groot. Ga ik lispelen. Ga je nog iets vertellen over het oppakken van Obama? Of van Osama? Ja, precies. Obama, Osama. Ja, daar ga ik ook iets over zeggen. Omdat natuurlijk, we hadden het al eens eerder gerefereerd aan het feit dat Osama natuurlijk ontsnapt was ten tijde van Afghanistan. Ja, toen is hij naar Pakistan gegaan. Ja, dat was vrij stom. Als daar iets sneller was opgetreden door de regering Bush, als er iets effectiever was gehandeld ook door het Pentagon, dan was het denk ik wel mogelijk geweest om Osama te pakken te krijgen. Maar dat was dus niet gebeurd. En vervolgens was hij verdwenen in Tora Bora, zo heette dat gebergte daar. En waar hij naartoe was gegaan, niemand die het in feite wist. En vanaf die tijd zijn er dan, nou, dat is natuurlijk vrij duidelijk, is de hele Amerikaanse geheime dienst en waarschijnlijk ook met allerlei infiltranten en contacten in Pakistan, want natuurlijk het vermoeden dat hij in Pakistan was, was betrekkelijk groot. Dat heeft op hoge toeren gedraaid en tenslotte is die geloof ik toch verklikt door iemand die daar ongetwijfeld ruimschoots voor beloond is. En nou ja, dan krijg je de vraag, is het hem werkelijk? Klopt het wel dat in die villa in Abbottabad, overigens op de drempel van een grote Pakistanse militaire basis, dat geeft wel een beetje te denken over de situatie. En daarna moest er een operatie worden opgezet die de garantie zou bieden dat die ook succesvol zou zijn. Bleek wel een hele lastige operatie. Een van die helikopters is verongelukt, als ik het me goed herinner. Maar goed, ze zijn op dat terrein geland en naar boven geklommen. En nou, ze hadden allemaal naar de dood geschreven naar beneden. En daar bevond zich Osama, die geloof ik nog, althans volgens de informaties die special forces gaven, probeerde te schieten, maar hij is ter plekke doodgeschoten. Dat was natuurlijk ook de intentie om hem dood te schieten. En toen hebben ze hem verpakt en ze hebben natuurlijk even een DNA-testje gedaan. Is die het of is die het niet? Ja, hij was het. Ik weet niet waar zit het DNA-materiaal van tevoren vandaan. Hij is, en tenslotte is die naar zee gevlogen op een vliegkampschip en ergens in de Indische Oceaan gedumpt. Omdat ze natuurlijk geen prijs wilden. Dat zijn... De plaats waar hij geëxecuteerd was een bedevaartsoord zou worden of waar hij begraven zou worden. Ja, je vraagt je altijd af, was het nou niet beter geweest om hem voor het strafhof in Scheveningen te brengen? Misschien ook voor Nederland wel zo goed dat dat niet gebeurd is. En je weet, Amerika heeft niks met het strafhof, want dat vinden ze. Sterker nog, Amerika heeft een speciale strafhofwet ingediend. Mocht ooit een Amerikaan voor het strafhof in Scheveningen worden gebracht, dan zal er een Amerikaans vlooteskader verschoor de Nederlandse kust verschijnen. Dan zal een amfibische macht geland worden bij nacht en ontij ongetwijfeld. Die zal oprukken naar het gerechtsgebouw in Scheveningen, of waar is het, daar in Den Haag. En dan zal die Amerikaan die daar gevangen is genomen, die zal bevrijd worden. Ik moet zeggen, ik heb altijd gezegd dat ik hoop het nog eens mee te maken. Dat wij door een razendsnelle amfibische special forces detachement, dat in Den Haag tot de aanval overgaat. Maar waarom willen ze dat niet dan? Zij vinden het, zij erkennen dat gerechtshof niet. Dat zij erkennen dat type van internationale gerechtshof helemaal niet. Amerikanen kunnen daar niet berecht worden. Die kunnen alleen in Amerika zelf berecht worden. En worden meestal natuurlijk niet berecht. Nou ja, hoor, is het toen met Milay en zo. Ja, dat zweeft even voor mijn... Ja, er zijn wel een aantal mensen berecht vanwege wandaden in Vietnam bedreven. Dat dus wel. Maar nogmaals, zij weigeren ook dat strafhof te erkennen. Ze hebben toch nooit, die overeenkomsten hebben zij nooit getekend. Beetje raar wel, toch? Nee, dat is helemaal niet raar. Ik weet niet of we het daarover gehad hebben. Zo ja, dan ben ik het eigenlijk een beetje vergeten. Er zijn weinig landen die in de afgelopen 25 jaar zo weinig door velen getekende internationale overeenkomsten niet hebben getekend als juist de Amerikanen. Het zijn er echt tientallen zijn dat er.
Bijvoorbeeld deze natuurlijk. Je kunt ook denken aan Parijsakkoorden die ze eerst wel hebben getekend. En toen heeft Trump gezegd dat hij die ondertekeningen weer introk. Maar er zijn ook allerlei verdragen voor het bestrijden van landmijnen en dat soort van dingen. Heeft Amerika nooit getekend. Dat we zeggen vaak drukt Amerika, hangt een beetje van de regering af, die er zit wel zijn sympathie uit. Wel wetende dat de Senaat never akkoord zou gaan met een dergelijk verdrag. En wil in Amerika zich vast committeren aan een dergelijk verdrag, dan moet de Senaat dat verdrag met 2/3 meerderheid goedkeuren. De Senaat is al heel, heel lang niet meer zodanig samengesteld dat dat ook gaat gebeuren. Dus nee, Amerika is een van de minst internationaal georiënteerde landen die je maar voor kunt stellen. Ja, dat is gek eigenlijk, maar zo is dat. Ja, ja. Oké. Okay. Dat zouden de luisteraars thuis maar eens even naar moeten kijken. Ik kan me nog herinneren van die inval in dat gebouw, in die villa in Pakistan, toen Osama werd gepakt, dat Obama in een speciale ruimte zat met onder andere Clinton daarbij. Dat is ook een bekende foto van. En dan kijken ze mee, volgens mij op een scherm in die ruimte, hoe die operatie in zijn werk gaat. Ja, Hillary Clinton bedoel je. Hillary Clinton, ja. Ze zitten in de kelder van het Witte Huis, dus een operation room of zo. Beetje een benauwd vertrekje wat ik me van die foto herinner. En ze zijn zeer gespannen omdat ze kennelijk direct contact hebben met die lui die daar bezig zijn. Om in die tuin van die omheinde tuin te landen. En dat is wel een leuke foto natuurlijk, ja. En is het ook zo dat Obama de cue heeft gegeven, oké, schieten? Ik denk niet dat hij dat op dat moment gedaan heeft. Dat zou ik trouwens niet weten. Ik denk dat ze geopereerd hebben met de opdracht dat hij er niet levend vanaf zou moeten komen. Omdat dat veel te veel trammeland zou geven natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook bijna fout gegaan. Een van die helikopters is, het waren heel speciale helikopters met min of meer geruisloze rotorbladen. Mag ik ook vragen of de helikopters die voortdurend over Utrecht vliegen ook met deze ongelooflijke geruisloze rotorbladen kunnen worden uitgerust. Dat zou de bevolking hier bijzonder veel genoegen doen, dank u wel vast. Kennelijk kan dat, dus waarom niet? Want je weet wat een ongelooflijke takkenherrie helikopters maken. Dus op Texel is dat ook een groot probleem. Daar vliegen ze van die booreilanden in de Noordzee naar Den Helder, geloof ik. Maar hij hoort die dingen echt. Als ze bij booreilanden opstijgen, dan beginnen ze al te horen. Dat is verschrikkelijk werkelijk. Ja. Ik weet niet waarom, man. In feite is zo. Waarom helikopters zo ontzettend veel lawaai maken. Maar kennelijk kan dat ook veel minder. De technologie is er. Dus ik zou zeggen, laten we daar werk van maken. Nog twee punten hebben we even kijken. Dat is natuurlijk de Syrische kwestie, de Syrische burgeroorlog. Daar heeft Obama niet in geïnterveneerd. Ik moet zeggen, daar sta ik geheel en al achter. Gesteld dat ik in zijn schoenen zou hebben gestaan, zou ik het ook niet hebben gedaan. Hij heeft daar nog wel een lelijke fout gemaakt. Daar zie je aan dat je enorm goed uit moet kijken. Dat je niet van tevoren voorwaarden stelt waarvan je niet zeker weet of je dat ook kan realiseren. Hij zei, ja, als die Syriërs, als die gifgas gaan gebruiken. We wisten wel dat Syrië dat die rommel had. Dan is dat een rode lijn, die mag niet gepasseerd worden. Dan zal Amerika optreden. Ja, Syriërs hebben wel gifgas gebruikt, meerdere malen zelfs. En ja, toen deed Obama niks. Dus toen werd ik gezet van een slapjaan. De hele status van Amerika wordt daardoor bedreigd. Maar nee, ik moet zeggen, hij had niet in overal waar je interveneert in het Midden-Oosten, is het ook weer, if you break it, you own it. Dat was wat Colin Powell altijd zei over Irak. If you break it, you own it. En oké, dat is een beetje de metafoor, is dat je in een ontzettend leuke winkel, dat je daar met aardewerk, en als je dan stom tegen zo'n aardewerk vaas aanstoot en flikkert op de grond, dan moet je hem wel betalen. You own it. Hè? De scherven zijn van jou. Dat. Ja, dus ik vond dat ontzettend verstandig. Je weet dat Poetin natuurlijk omvangrijk geïnterveneerd heeft in Syrië. En ja, dan vraag je toch af, wat is daar precies het positieve resultaat van voor Rusland op dit moment? Die Russen die kunnen veel beter zich bezighouden met de ontwikkeling van een economie. Dat stelt weg geen bal voor. En dat is uiteindelijk toch het fundament waarop je ook op de langere termijn je macht zult moeten bouwen. En dan is er natuurlijk nog het verdrag met
Iran over de kwestie van de ontwikkeling van nucleaire technologie in Iran, waarbij Iran in dat verdrag, dat, hè, daar zijn de participanten, zijn de grote mogendheden, maar dus ook de Verenigde Staten, daarin heeft Iran beloofd dus die ontwikkeling niet door te zetten, onder de specifieke voorwaarden dat al die sanctiepolitiek, dat die gestopt zou worden. Nou, we weten hoe dat afgelopen is. Trump heeft zich uit dat verdrag teruggetrokken. Zoals gewoonlijk, zonder enige vorm van alternatief. Wat ga je dan doen? Hoe ga je Teheran bombarderen of zo? Nee, dat is typisch, daar hebben we al eerder over gehad, typisch populistisch. Hè? Alles moet weg en kapot. Maar, en er komt altijd iets veel beters voor in de plaats, maar dat blijkt daar helemaal niet te bestaan. Dat veel beter, dat is een illusie, dat is een soort van Sinterklaaspolitiek, zal ik maar zeggen. Dus ja, nu begrijp ik dat Amerika en Iran weer uitgebreid onderhandelen voor opnieuw een toetreden van de Verenigde Staten tot die verdrags, tot die coalitie eigenlijk. Dat schijnt moeizaam te verlopen, maar ik schat dat uiteindelijk wel een resultaat, positief resultaat zal hebben. Ook daar ben ik vanzelfsprekend weer een warm voorstander van polderen, onderhandelen en compromissen sluiten. Je begrijpt wie hier natuurlijk ook fors dwars ligt, dat is Israël, wat doodsbenauwd is voor een nucleaire ontwikkeling van Iran. Ik geloof nog steeds dat, merkwaardig genoeg, de twee nucleaire wapens die tegen Japan zijn gebruikt in 1945. Op 6 en wat is het, 9 augustus geloof ik. 1945. Dat we daarvan hebben geleerd, dat waren bommetjes van niks. Dat waren echt, stel helemaal qua explosieve kracht niet bij zoveel voor. We hebben tegenwoordig dingen die honderden, zo niet duizenden malen erger zijn dan wat er op Hiroshima en Nagasaki is gegooid. Ik ben ervan overtuigd dat iemand die in een eventueel conflict een nucleair wapen gebruikt, dat die de klos is. Dat breed zal worden gezien als iets wat je absoluut niet kunt doen. Zekerheden hebben we niet, maar een nieuw nucleair conflict, sowieso ben ik er vast van overtuigd dat een nieuw conflict à la de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, dat lijkt mij eigenlijk, gezien de huidige stand van de technologie, praktisch onmogelijk. Maar garanties kan ik jammer genoeg niet bieden. Ik ben 77, dus als ze het nou nog 23 jaar willen uitstellen, ik denk toch al niet dat ik 100 word, maar oké. Okay. Ja, je moet enorm uitkijken met dit soort van voorspelling. Dus ja, ik vond dat van verstand, van Obama bijzonder verstandig, die deal die hij met Iran en Rusland en Duitsland en Frankrijk geloof ik ook had gemaakt. En ik hoop dat die deal weer terugkomt. Ook zoiets waarbij Trump dus, de beuk erin gezet had. Obama had ook een prachtige Trans-Pacific Partnership. Had hij uitonderhandeld met allerlei Aziatische handelsnaties. Uitgezonderd China, met het idee juist dat we gezamenlijk een vuist maken tegen de economische pressie van China. Wat doet Trump? Ik geloof wel binnen 2 weken, hij stapt eruit. Waarom? Het lijkt me juist ook vanuit zijn eigen perspectief geredeneerd van China, is dit nog wel een vrij constructieve zaak? Hij stapt eruit. Ja, en daarmee arriveren we natuurlijk aan het uiterst ongelukkige moment voor de Verenigde Staten. Wat overigens langdurig in zekere zin was voorbereid door de steeds verdergaande radicalisering van de Republikeinse Partij, dat door het uiterst ongelukkige electorale systeem van de Verenigde Staten er een gek in het Witte Huis terechtkomt. Ja, dat woord gek, ik besef de problemen die daarmee samenhangen. Hij is niet klinisch gek, zoveel. Al denk ik soms wel eens bij mezelf, ik weet het zo net nog niet. Of het niet beter was geweest om hem inderdaad op te sluiten, maar dan niet in de gevangenis, maar in een goede psychiatrische inrichting. Maar dat is niet gebeurd. Je moet er ook mee voorzichtig mee zijn natuurlijk. Ik heb altijd bestreden dat je als je Hitler per definitie afschrijft als een volstrekte gek, dat je dan natuurlijk ook tegelijkertijd niet beseft waar de verantwoordelijkheden liggen. En bovendien een onvoldoende oog hebt voor de aanzienlijke talenten die bijvoorbeeld Adolf Hitler had. En nu ga ik iets zeggen wat alle Trump-liefhebbers ongetwijfeld als muziek in de oren zal klinken. Ja, ook Trump had talenten.
En wel zodanige talenten dat hij erin geslaagd is om bij twee verkiezingen bijna de helft van het Amerikaanse volk te mobiliseren. Niet de helft, het was steeds minder dan de helft, maar toch. En dat komt omdat hij een soort gevoel heeft voor ressentiment en hoe je dat gebruiken kunt. Hoe je de woede en de teleurstelling en het ressentiment van mensen kunt gebruiken om in feite politieke energie te genereren. Want dat heeft hij zich een meester in getoond natuurlijk. Ook als president, als zittende president, heeft hij in allerlei opzichten natuurlijk de confrontatiepolitiek, maar de polarisatiepolitiek natuurlijk. Hij heeft de polarisatie aangescherpt. Dus, elke normale verantwoordelijke president denkt van ja, we moeten dat toch. Nou, denk aan Obama, dat moeten we toch minder. Wat kopen we daar eigenlijk precies voor? Dat als maar hooglopende ruzie over alles hebben, nou eigenlijk niks. Nee, hij heeft het juist aangescherpt. En gek genoeg heeft dat toch ook electoraal. Natuurlijk heeft hij de verkiezingen van 2020, die heeft hij dik verloren. Dat is ongetwijfeld waar. Maar we hebben 74 miljoen stemmen gekregen. Dat we daar straks zo, althans ik zo ongerust heb gesproken over de mogelijkheden, politieke mogelijkheden van de Verenigde Staten in de komende 10, 15 jaar. Dat ligt toch aan het feit dat die na 4 jaar van vrijwel totaal wanbeleid, deels van helemaal niet beleid, maar wel het aanscherpen van tegenstellingen, het kweken van woede, nou ja, al die het regeren by tweet, hè, met dat rare Twitter-account van hem. En ministers werden via Twitter ontslagen. Het was een. Dat het gebeurd is nog steeds verbazingwekkend. Hè. Ik denk ook dat sommige mensen, zeker ook in de Amerikaanse media, hem wel missen, want ja, het was alle dagen bal. Hè. Ja, bij Biden, ja, dat is niet veel te beleven, toch? Het is een beetje, ja, het hoort zoals politiek hoort te zijn, dat het niet alle dagen bal is. Maar bij Trump was het alle dagen bal. Ik denk zelf, als je het moet beoordelen, hoe die 4 jaren dat Trump er gezeten heeft. Nou, laten we beginnen met het eind. Natuurlijk, een van de ergste dingen die hij gedaan heeft, is die langdurig, tot op de dag van vandaag, volgehouden leugen dat hij eigenlijk gewonnen heeft, maar niet verloren heeft. Iets waar hij eigenlijk mee begonnen was in al 4 jaar eerder. Hij zei, als ik verlies, dan komt het omdat ik belazerd ben. Hè? Ik ben Trump, ik kan helemaal niet verliezen. Dat was toch het idee. Dat heeft hij ook in die 4 jaar altijd gezegd. Ik ga weer deelnemen. En je zult zien, als ik verlies, dan hebben ze... zijn de democraten erin geslaagd om mijn overwinning te ontstelen. Nou, dat is gebeurd. Hij heeft ook geen moment geaarzeld om te zeggen het is gestolen. En dat is een enorme last voor het democratische systeem. Omdat een groot deel van de bevolking toch, ik schat toch zeker de helft van de republikeinen, meent zeker te weten dat het gestolen is. Dus de helft van de helft, zeg maar wat generaliserend, kun je zeggen, een kwart van de bevolking is ervan overtuigd dat er dus een niet legitieme president in het Witte Huis zit. En dat eigenlijk Trump, die daar in Mar-a-Lago staat zitten, dat die eigenlijk de ware president is. Dat is een hele bezwaarlijke ontwikkeling. En ja, we weten, er zijn meerdere boeken geschreven waarin alle leugens van Trump opgenomen zijn. Ik geloof ook de New York Times had vanaf het begin een optelsom van de leugens bijgehouden. Daar zijn ze geloof ik mee gestopt. Omdat eigenlijk kan Trump helemaal niet anders dan liegen. Dat is ik kan het ook iedereen warm aanbevelen, omdat het een enorme handige strategie is. Kijk, stel voor, u bent in principe een normaal mens. Vertelt u ook wel eens leugens, maar dat is eigenlijk een vrij incidentele gebeurtenis, dat u een leugen vertelt. En u voelt zich er ook niet echt happy bij. En als het uitkomt, zal iedereen zeggen, goh, heeft Piet dat gezegd? Nou, dat had ik van Piet niet verwacht, dat hij een leugen zou vertellen. Nee, ik had Piet toch echt als een eerlijke straight guy gezien, dat is... Hè. Dus als je als normaal mens een leugen vertelt, en het komt uit bij de klos. Daarom is, als u het wel toch wel een aantrekkelijk scenario vindt om overal over te liegen, lieg ook systematisch overal over. U komt van de wc af en iemand vraagt u, god, hoe was het op de wc? De wc, ik weet van niks. Ja, ik ga nooit naar de wc. Hè? Dat is in mijn geval gewoon helemaal niet nodig. Dat is prat. Nee, wc, hoe kom je erbij? Overal, je kunt overal over liegen. Hè? Dat is wat Trump deed en dan wennen mensen eraan.
Ze nemen gewoon aan dat je, oké, je liegt altijd, dus wat zullen we ons erover opwinden? Dus mensen die iets te verbergen hebben, die moeten liegen, is mijn advies, lieg over alles. Zou u dat bewust hebben gedaan? Nee, dat denk ik niet. Nee, het is gewoon in allerlei opzichten natuurlijk. Maar goed, daar raak je aan een vraagstuk waar ik nooit helemaal precies uitkom. Namelijk of de lui die ontzettende kletskoek verspreiden, of die dat nou zelf geloven, ja of nee. Zou Geert Wilders de onzin geloven die hij zelf verkoopt? Hij maakt niet een kijk, je hebt mensen zo onnozel en zo stom, dat denk je nou, ze zullen zelf ook wel geloven. Ik weet niet of Geert gelooft dat Europa geïslamiseerd wordt. Dat we bezig zijn in Europa en Eurabië te veranderen, zoals hij beweert dat het geval is. Nou ja, daar begon Pim Fortuyn mee, de islamisering van Nederland. Ja, dat is kletskoek, daar hoef je over. Nou ja, hangt er een beetje van af. Ik nu er even over nadenk. 2 plus 2 is dus geen 4, 2 plus 2 is 5. Als je dat gelooft, als je helemaal zover bent, dan geloof je ook dat de islamisering van Nederland zich in een rap tempo voltrekt. Hoe precies? Nog geen 5% van de bevolking, de andere 95% die er niks in ziet, gaat islamiseren, blijft een raadsel tot de dag van vandaag. Maar nogmaals, gelooft u eenmaal dat 2 plus 2 5 is, of 3, of 17, kan niet verdomme, als je eenmaal de zaken loslaat, dan is alles mogelijk. Ja, dan misschien wel. Nee, dus ik weet niet of ik vermoed dat Trump op het moment dat hij liegt, die bent die zet van wc, hoezo, ik weet van niks. Dat hij dat zelf gelooft, ja. Dat hij steeds in staat is om niet waar, die wonderlijke fantasiewereld waarin hij leeft, om daar steeds zelf geloof aan te hechten. En dan kom je van, zou hij niet s'nachts wel eens wakker worden? Hè? En Melania kijkt hem boos aan. Dat doet ze meestal, dus dan zal ze s'nachts ook wat doen, neem ik aan. Of die dan niet even denkt, ja, wat zou mijn vader ervan zeggen? Hè? Wat zou pa ervan vinden? Hè? Die rotmof. Maar dat mag je natuurlijk ook niet zeggen, maar goed. Ik heb geen idee. Dat is een enorm probleem. Geloven de mensen die voortdurend een leven gewijd hebben aan het verspreiden van de meest gruwelijke nonsens, geloven die daar zelf in? Ja. Hè? Ik kom daar niet, ik vermoed van wel, anders. Kijk, ik denk ook, laten we nou even een andere bekende en succesvolle redenaar van de 20e eeuw opnoemen, nietwaar? Ik denk dat Hitler, als hij die fantastische redenvoeringen hield, dat hij er zelf compleet in geloofde. Ik denk ook dat hij zichzelf al had overtuigd van datgene, van de onzin die hij verkocht, dat juist was. Dus ik denk dat het ook vaak pas werkt als mensen zelf geloven dat die onzin waar is. Dat denk ik. Maar, want je moet wel een enorme cynicus zijn. Wil je, hè? Als je maar thuis bent, zeggen van, nou, we hebben ze nou toch weer iets op het mouw gespeld. Het is ongelooflijk. Maar 2 en 2 is 5 hebben we vandaag beweerd. En iedereen weet dat het niet zo is. Maar ja, je weet, ze zijn, de kiezers zijn zo stom. Als je het maar lang genoeg volhoudt, dan beginnen ze het wel te geloven. Ja. Hè? Ik denk wel dat Trump niet verwachtte dat hij gewonnen. Nee, zeker niet. Nee, dat zie je, er is zo'n beeld dat hij het podium oploopt. Nee, en dan zie je nee, dat is algemeen bekend dat Trump niet wist of niet dacht dat hij gewonnen zou hebben. Hij schijnt ook veel langer te hebben gewerkt aan een toespraak die hij zou houden in het geval dat hij een nederlaag zou hebben geleden. Dan aan de toespraak die hij moest houden toen hij een bleek gewonnen te hebben. Ja, het schijnt ook dat Melania in onherstelbaar huilen is uitgebarsten bij het hele idee dat hij gewonnen had en dat ze 4 jaar met die maloot als president door het leven zou moeten. Dat was natuurlijk niet zo'n aantrekkelijk idee. Nee, omdat eigenlijk niemand het had verwacht. En dat ligt natuurlijk aan het feit dat de reden van de overwinning van Trump, dat we zeggen de overwinningsnederlaag van Trump, want we hebben het al geconstateerd, hij had 3 miljoen stemmen minder dan Hillary, maar die stemmen waren veel beter verdeeld over het electoraal college. En het ging eigenlijk om het feit dat de staten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, dat die voor in het electoraal college voor Trump gingen. Met hele kleine minderheden. Want het is een raar systeem. Ook Biden heeft gewonnen en heeft vrij overtuigend gewonnen, maar
Er hoeven maar 2 of 3 staten waar het even net, waar de verschillen klein waren, dat even anders was gelopen, dan was het, dan had Trump alsnog gewonnen. Dus ja, het is een idioot systeem in alle denkbare opzichten. En niemand had verwacht dat die 3 staten, die in het algemeen, ik geloof sinds 92 of zo, altijd democratisch hadden gestemd, dat die zouden switchen. En daar is die in geslaagd. En dat ligt toch vooral aan het feit dat een aantal kiezers waar Obama op kon rekenen, die hebben niet op Hillary gestemd. Dat speelt wel een rol. Als de zwarten in dezelfde mate op Hillary zouden hebben gestemd als ze op Obama hebben gestemd bij die twee presidentiële verkiezingen, dan was er in feite niet zo verschrikkelijk veel aan de hand geweest. Nee, het is... Want het gaat echt als ik geloof, als enkele tienduizenden stemmen in die 3 staten anders waren gevallen, dan was Hillary gewoon, was Hillary een vrij ruime overwinning geboekt. Die toespraak was ook wel redelijk normaal voor zijn doen toen hij gewonnen had. Waarin hij Clinton ook bedankte en heel aardig voor haar was. Oh, nou, daarna heeft hij weer gedacht van dat is helemaal een grote vergissing. Ze moet naar de gevangenis, lock her up, dat was het toch eigenlijk. Heeft hij ook als president met enige regelmaat weer te bedden gebracht. Lock her up. Mm. Ja. Wat heeft hij, op welke manier heeft hij het leven van Amerikanen beter gemaakt? Ik zou zeggen op geen enkele. That is a lot of fake news back there. That information that was false and fake.